Dit is de leefruimte, de keuken. De mensen kunnen hier zitten, tv kijken. Hierachter is de badkamer. Met de douche en de wc. En hier hebben we dan nog een ruime slaapkamer. Waar dat de mensen kunnen slapen natuurlijk. De studio is het van pakweg 50 vierkante meters die de bewoners zelf kunnen inrichten. Een seniorenkot als het ware. Bedoeld voor kwetsbare en eenzame ouderen, die ook moeten voldoen aan de criteria voor sociale woningen. Wat wij eigenlijk hier gaan realiseren, dat is dat er hier vijf senioren hier kunnen komen wonen. En dat er voor hen zowel eigenlijk een gedeelte ruimte is, waar een aantal activiteiten samen ook met die organisaties kunnen georganiseerd worden. En als ze willen, dan kunnen ze zich ook wat terugtrekken in de privacy van hun appartement. Een van de eerste bewoners is Clara. Zij kijkt er naar uit om hier te wonen. Volgens mij moet ik hier heel gelukkig zijn, omdat ik die buurt ken. Ik heb mijn carpoer, ik heb mijn enige zuster nog. Ik heb mijn apotheker, dat ik heel goed mee bevriend zijn. Waarom zou ik niet gelukkig zijn? Moet ik niet naar Hoboken gaan, hè? En ik moet ook niks van de stad pakken voor zoveel euro's dat ze mij misschien op een 7/8 steek, dat ik geen ene mens ken. En hier ken ik mijn verenigingen en daar blijf ik in. Misschien bent u vroeger ook zelf wel op kot geweest en zult u ook wel denken aan die vrolijke tijd en de fratsen dat u toen misschien hebt uitgehaald. En ik ben er ook van overtuigd dat deze mensen hier eigenlijk een hele prettige tijd gaan doormaken.